Oké, okay, gaan wij het doen? Ja. Ik tel af, ik tel af. Knol, power! Knol, power! Hallo dames en heren, leuk dat jullie allemaal kijken. Leuk dat je daar zit achter je computer, je laptop, je tablet, je telefoon, je iPod, je iPad. Maakt niet uit wat je allemaal hebt tegenwoordig in motherfucking 2014. Jij bent er en jij kijkt naar mijn aflevering en dat is echt super vet. Dikke shout-out naar jou. Ik laat ook even twee reacties in beeld komen. Ish. Dat was de eerste. Ish. Dat was de tweede. Dikke shout-out naar jullie. Dankjewel voor het achterlaten van deze twee toffe reacties. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is Day. En we hebben motherfucking Zeus. Eén iemand van Zeus, oftewel Kai in de building. Yo Kai, what's up? What's up, my niggas? Nice. En, oh sorry, ik doe Day pijn aan haar haar. Ik heb een fucking coole zonnebril op. Day heeft zonnebril op. En Kai heeft zonnebril op. Want het is buiten fucking lekker weer. Dus wij gaan ook gewoon binnen. S'avonds. Met onze zonnebril zitten. Onder de lamp. Onder de lamp, inderdaad. Dat is onze zon. Laat ik verder niet te veel lullen. Wij gaan beginnen. Motherfucking aflevering met Kai en Day. Dit was ook achtergelaten. Alleen Colin mist nog. Wow, gaat alles goed, Kai? Ja, sorry. Ik was echt een rare ding aan het doen. Oké. Okay. Ja, Kai is er ook weer. Hallo, Kai. Ik ga tenminste iets heel erg tofs doen deze aflevering, vind ik zelf. Ik ga namelijk een eerbetoon doen aan Kai. En er was een reactie achtergelaten van, yo Enzo, ga met Kai, Day en Colin opnemen. Colin is nu ondertussen aan het streamen. Maar ik ga met Day en Kai dan even opnemen. Volg mij, mensen. Hey, Day. Hi. Hallo, Daytje. Daytje. Day heeft een mooi Nederlands tenue aan. Ik heb gewoon een apenpakje aan. Ik heb me al helemaal voorbereid. Ik heb alle gear bij me. Oh ja, waar is Kai nu dan? Waar zijn jullie naar heen gegaan? Ik ben... Oh, hier. Hey, om de aflevering goed te beginnen, lopen wij hier doorheen. Ik heb echt zo'n gevoel, ik wil nu al aan de kijkers vertellen. Ik heb echt zo'n gevoel dat ik getrold word. Ik ook. Je hebt precies hetzelfde, Kai. Ik voel je. Nee, jij niet. Jij bent mij aan het trollen met Enzo. Ik heb zo'n gevoel dat ik de enige... Oh, nee, god. Ik ben hier. Ik ben gevallen. Oh my god. Oké, we moeten D gaan redden. Ze is gevallen. Maar ik denk dat ik de enige ben die een zonnebril op heeft. Nee, dat is echt niet waar. Moet je? Ja. Oh jee. Oké, kom hierheen. Maar vinden jullie het erg als ik hem wel afzet? Nee. Zo denk jij dat jij getrold wordt, denk ik. Oké, we laten hem hier. Oh, ja, kom hier. Laat je hier vallen. Oké, even bij de les blijven, jongens. Hup. Nou, ik word altijd getrold door Enzo en Colin. Dus Oké, en blijf hier bij de les. Oké, kom maar met mij mee. Spring nu hier in ja, het water. Ja, Chant, weet je. Woehoe, plons. Ben jij. Oké, wel goed in het water springen, hè? Anders ga je dood. Ja, maar... ga jij maar eerst, Kai. Springen. Hey, dames en heren, welkom bij Minecrafter springen. Ik ben nu al dood. Nee. Hoe jij mijn spullen pakken? Ik heb lekker Daytje doodgevallen. Hoe kan je doodgaan? Ja, ik sprong niet goed. Ik weet niet hoe ik goed kan springen. Kom op, oh my god. Kan jij hierheen komen? Ja, ik kan dat. Ze denkt ook echt gewoon dat ze zelf een keer te komen. Dat kan vanaf duren. Hey Kai, ik hoor je niet zo goed. Zo net hoorde ik je vet hard, nu niet. Hallo? Ja, nu beter. Oké, Kai, ik ga ondertussen gaat D naar mij toe lopen. Weet je waar het is? Mm-hmm. Oké, en dan ga ik ondertussen even een eerbetoon doen aan Kai. Ik ga namelijk een heel blikje cola achter elkaar opdrinken. Fucking faggot, jongen. Oké, deze is voor Kai, de kotsende Zeuser. Oké, komt ie, dames en heren. Oh, ik ga eerst even wat eten. Ik heb honger in Minecraft. Oh ja, en ik wou de aflevering spetterend beginnen, dus hier heb je vuurwerk. Woehoe! Boom! Nice. Nou, was dat niet mooi? Ja. Hallo? Oké, ik ga een blikje cola in één keer opdrinken. Ondertussen is D er bijna. Komt u, dames en heren. En dan ga ik weer lekker voor je trommelen. Ik ga voor je trommelen. Oké, kom op. Oké, 3 en de 2 en de 1. Oh, wacht heel even. Oh. Hoe ren jij? Hoe heb je dat ingesteld? Jij moet er vanaf rennen namelijk. Oh, ja, ik kan rennen. Ja, oké, ren nu naar beneden. Nee, daar naar beneden. Hier naar beneden? Ja. Rennen. Ja! Deze heeft het gered. Ik wil trommelen, jongens. Kom. Oké, gaan we trommelen. Ik ga drinken. Oké, 3, 2, 1. Je kan het, schatje. Je kan het. Kom. Je kan het. Oh, door de zulke vieze boeren. Zo, dit is chill, jongens. Hij zuipt echt langzaam, man. Ga sneller drinken, Enzo. Ik krijg pijn in mijn hoofd.
Waar trommel je op dan? Ja, op mijn hoofd. Niet uittuffen, man, Kees. Het loopt er allemaal langs. Kai, kap! Je bent zo'n debiel! Dan ben je ook klaar! Nee, wacht! Ja, maar ik moet toch om mijn hoofd blijven trommelen totdat je klaar bent? Ben je ook klaar of niet? Ja, wacht, ik word helemaal... bijna. Oh my god, dit is zo moeilijk. Ben je klaar? Oh, ik heb buikpijn. Oh, geen knietkotsen, want ik ga niet naar boven rennen voor een emmer. Beter ga je kotsen en zo. Ja, dat, je hebt makkelijk praten nu je er nu bent. Ik verwacht nu echt een meesterlijke boer, hè? Oké, het is op. Ah, zo, eindelijk. Zo, mijn hoofd het is op. Oh my god, ik heb serieus heel veel buikpijn nu. Wow, nice! Dit is erger dan de vorige keer. Oh my god, ik heb bloed op mijn hoofd. Oh my god, ik ga straks zo hard boeren, kijkers. Oh nee. Oh, dit is niet normaal. Wel, beter ga je kotsen. Nee, het was normaal. Niet doen, Kai, niet doen. Oh. Nee, stop. Ja, dat werkt ook bij baby's. Ik krijg het helemaal warm, net zoals jij had, Kai. Oké, laten we beginnen. Ik heb afleiding nodig, anders voel ik me heel kut. Hey, wie heeft al mijn spullen op? Kai, kap! Wie heeft mijn spullen? Oké, die heeft jongens, Kai allemaal. Ik voel me zo goed nu ik daar niet zit. Geef me spullen. Ja, hier alsjeblieft. Oh, wow, deze is gewelddadig. Kai, kap! Wat zei je? Oké, kom met me mee. Wanneer ga je boeren? Ja, zometeen, maar ik heb heel veel buikpijn, dus ik wil even afleiding. Kom met me mee. Aanstellen. Heb je het gevoel dat je gaat kotsen? Het zit in mijn keel hier. Wat de kot? Nee, de boer. Hé, hey, ik weet niet wat je allemaal doet, Kai, maar ik krijg nog veel meer spullen van jou. Ja, dat heb ik! Oh, dat heb ik niet. Jawel! Nee, ik heb het niet, echt niet. Godverdomme, ze stinken. Ben je aan het kotsen? Zo? Oh nee, maar ik voel me al wel... Oh my god! Ik heb ze net pinda's gegeten. Oké, maar dames en heren, voor de mensen die dit niet leuk vinden, die ons graag willen zien weetjes op te noemen en te zien mine, et cetera. Kom nou met me mee, wat staan jullie daar te kutten, jongen? Ja, ze vult gear voor mij, maar ik heb niks. Ja, ik heb ook niks, dus ik weet niet wat je nou aan het nekken bent. Ik heb dit nog. Ja, zie je? Een spin achter je, oh my god. Kom nou, wat duurt dit lang? Een spin achter je, oh my god. Oké, kom maar wel. Kijk, Kai, kom. Ja, wat? D, kom ook. Ja, ik kom. Hey, okay. D doet stoer, man. Nou, hier naar de overkant. Dat is nog niet zo moeilijk. Ja, dat kan ik niet. Nou, lekker eten, hoppa. Ik vind het geluidje zo leuk. Nou, ik heb pijn aan mijn hoofd, jongen. En dan hier aan de overkant. Je ging helemaal niet op je hoofd trommelen. Oh nee, tuurlijk trommel ik niet in mijn hoofd, joh. Wacht je maar, als je de aflevering terugkijkt. Oh. Oké. En dan gaan we straks, dames en heren, gaan we... Of nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga nu alvast een weetje opnoemen. Oh, eerst één weetje. Oh. Wist je dat als Enzo pinda's eet, dat er stukjes pinda's in zijn poep komen? Hè? Huh? Hoezo dat? Heb je dat ooit? Oké, kom hier naar beneden. Hier gaan we minen. Ja. Lekker minen. Waarom hier? Ja, weet ik niet. We moeten wel 11 hoog zitten, hè? Of 11 laag. Waarom maak je dan geen trap? Zodat je wel gewoon weer terugkomt. Nou, we komen nooit meer terug. Dit is het einde. Hey, wist jij, paracetamol is het meest gebruikte medicijn ter wereld. Oh my god. Die wist het toch al? Oh my god, Day. Wat nou? Jij komt bij mij instaan. Ja, sorry, dat doe ik ook niet. Expert. Ja, maar nu kunnen we niet meer minen. Waarom niet? Ja, omdat we bij elkaar instaan. Hey, Kai, kom ons redden. Ja, kijk, wacht, kom dan. Schatje, ik zal je vertellen. Hey, jongens, wat is goed? Ik deed dat niet expres. Ja, als je bij mij kijkt, nu kunnen we ons niet meer, nu kunnen we niet meer heen en weer. Ja, wat stom zeg. Oh, dit is geweldig. Hey, Kai, loop niet zo te fokken, jongen. Wacht, jongen, nou, ik red je. Ik word claustrofobisch, man. Ik red jullie, no worries. Kijk, kat. Hey, oh, je hebt nog één hartje, Pas op, Dave, nog één hartje. Nee, ik sla er niet. Ik heb ongeluk. Wow, hoor je mijn stem? Mijn stem ging een beetje raar doen. Dus krijg je de berg in je keel. Hé, hey, maar Kai, kom niet fucken. Ja, ik doe niks. Ja, ja. Oh, nee. Lekker voor je.
Oké, thanks. We gaan weer naar beneden. Nee, en niet heeft... bij mij komen staan. Oké, wie heeft torches voor mij? Want ik heb geen torches. Oh my god! Nee, je fucking faggot! Day, red ons. Day, red ons. Ja, nice. Ik heb torches, hier. Give it to me. Kijk, alsjeblieft. Oké, laat me nu met rust, oké? Do it again. Wat nou als we met z'n drieën bij jou gaan staan? Wat gebeurt er dan? Ja, dan kunnen we niet meer verder. Dan zijn we de lul. Dat is best grappig. Nee! Fuck off! Day, kom ons redden. Day, spring erbij alsjeblieft. Spring erbij. Kai, kap met die bullshit. Oké, stop wel. Oké. Hey, dames en heren. Paracetamol is het meest gebruikte medicijn ter wereld. Wij slikken gemiddeld... Zo, alsjeblieft. Wij slikken gemiddeld 27 pijnstillers per jaar. Ja, maar wow. dat is dus het rare aan dit, weet je, want paracetamol is dus geen medicijn. Oh, take that, weet je. Wauw. En hoezo is een paracetamol geen medicijn? Nou, er is verschil tussen medicijn en pijnstilling. Kijk, medicijn dat zorgt ervoor dat je beter wordt en pijnstilling stilt de pijn. Oh, dit. Zo, die is wel goed ook nog gewoon. Maar hoeveel paracetamol slikken jullie? Tik hem aan, vrouwen. Ik slik zo weinig mogelijk. Want ja, ik slik ze amper. Hoe meer je het slikt, hoe minder het werkt. Ik slik nooit medicijnen, gewoon nooit. Ook al ben ik ziek, ik heb nog nooit een medicijn door mijn keel heen gekregen. Ja, maar kan je dan gewoon dat pilletje niet doorslikken? Nee, dat kan ik. Tuurlijk kan ik dat wel. Alleen ik ben heel erg anti-medicijnen, omdat ik zo'n gevoel heb dat er allemaal rare shit in zit. Ja, dat heb ik dus ook. Gewoon zo min mogelijk en dan... Ja. Maar je hebt dus mensen die zijn verslaafd aan paracetamol. Ja, dat hoorde ik van Enzo. Ja, dat was een van de meisjes of zo, toch? Ja, dat had ik een keer over gehad, ja. Ik zag een keer laatst op tv, was een meisje en die was verslaafd aan... Nou, kijk eens, dames en heren, hier kunnen jullie allemaal minen. D, neem deze. Nee, beter neem die, D. Nee, D, neem... Ik neem deze, maar niet zo moeilijk. Ja, Kai, ik neem deze, neem jij die helemaal links maar. Ja, ik neem deze. Kai, klik op. Maar luister even, ik heb een leuk verhaal. Oké, ja, jij hebt een leuk interesseert me eigenlijk niet zoveel. Kai, shut the fuck up. Er was dus een... Er zijn meisjes die met anorexia en die gebruiken, hoe heet dat nou, dat je gaat poepen? Laxeermiddel? Ja. Maar er was dus een vrouw op tv en die had zoveel laxeermiddel geslikt, dat ze niet meer zonder kon. Oftewel, ze kon niet poepen zonder echt gewoon 30 pillen. Laxeermiddel te nemen? Ja. Ik dacht altijd dat als je fucking 30 pillen van laxeermiddel innam, dat je dan gewoon je darmen uitpoept of zo. Ik zweer het, ik dacht hetzelfde. Het kan niet anders. Wat moet er anders uitkomen? Hey, tik hem aansluiting. Oh, dat is echt een kustreclame, even. Oh my god. Hey, maar Kai. Ja. Ik heb. Wow, lava! Pas op, mensen! Dus lava incoming. Jullie gaan veel te snel. Hey, Kai, ik heb je wel gemist, man. Ja, ik jou ook. Hey, het was echt chill, hè? En dan in één keer moeten we weer alleen in bed slapen, weet je, als je weg dat bent. Dat is zo kut, hè? Als je aan elkaar gewend bent, gewoon aan de aanraking en zo. Aan de aansluiting. Aan de aansluiting. Ja, nee, maar het was echt super chill met Kai. Toen Kai hier was, voor de kijkers die het niet wisten, Kai was hier een tijdje, een paar dagen. En het was echt fucking relaxed met Kai. En we moeten het zeker vaker doen. Het was echt een succes. Het was echt relaxed. We kunnen goed met elkaar overweg. We zitten op één lijn, weet je. Ja, weet je. En ja, dat was dus chill. Hey, motherfucker. En ik weet, kijkers, dat ik zo min mogelijk met deze pickaxe moet hakken. Maar ik kom een beetje de kool tekort ondertussen. Dus ik ga even met deze pickaxe wat kool hakken. Hey. Zodat ik daar gewoon heel veel van krijg. Hey, dat is cool. Hey, en we gaan, dames en heren, proberen diamonds te vinden. En laten we weer teruggaan op dat weetje. Ik dacht inderdaad dus ook met dat laxeermiddel dat... Toch? Ja, maar met laxeermiddel dacht ik ook dat er echt gewoon fucking veel shit dan gewoon uit je anus kwam. Dat je anus gewoon 2x2 meter werd uitgerekt en dan alles viel. Ja, nee, oh my god, nee, ik ga het niet zeggen, man. Dat gaan mensen sowieso googlen. Nee, je moet niks zeggen, want ze googlen alles, hè? Ja, moet ik het zeggen? Ja... Nee. Ik dacht dat als je fucking laxeermiddel zou nemen, dat je dan een aarstulp krijgt. Wat? Een aarstulp? Ik weet niet wat het is, om eerlijk te zeggen. Daarom gaan mensen het dus googlen. Oh my god, het spijt me zo erg. Oh nee, je moet eentje naar links inderdaad. En nu moet je hierheen. Zo. Oh kijk, wat ik voor je heb gevonden. Ja, dit was ik al mee bezig. Kijk het. Oh. Zo! Zo! Wow, je wordt getist. Maar je moet nu in één lijn daarheen, zeg maar. Ja, dat snap ik, maar ik ben... Lava.
Maar ik waarom, heb helemaal waarom geen gaan we nou weer de andere kant op? Zo, ik heb een goede kant op. Ja, jij gaat de goede kant op. En Kai ook. We zijn goed bezig, mensen. Oké, sorry kijkers voor die aarstulp. Oké, Utrecht Centraal Station druk? Dacht het niet. Station Shinjuku in Tokio is het drukste ter wereld. Dagelijks verwerkt het zo'n 3,6 miljoen reizigers. Oh shit! Wat is er? Dat is wel een ziek weetje. Jij zegt altijd ook oh shit als je diamond hebt. Ja, ja. Nu heb je geen diamond. Je stelt ons teleur. Dus even... Ja, ik vond het gewoon een leuk weetje. Oké. Hey, maar Kai. Nee, ja. Reis jij vaak met de trein? Ja, beetje. Ja, ik race. Ja. Jij race met de trein. Ja, ik reisde vaak met de trein. Klopt toch? Nee, hoe zeg jij dat? Race. Ik reisde vaak met de trein. Nee, dat is politiek incorrect. Politiek? Oh! Maar politiek is wat anders. Kan je weten, politiek incorrect. Politiek correct. Oké, politiek incorrect. Ja. Zo jongen, ik voel me raar vandaag. Dames en heren, Nederlanders noemen hun partner liefjes, schaapje, moppie. En Belgen gaan vooral voor bolleke, zoetere en poesje. Oh, wow. What the fuck? Maar bolleke. Bolleke, dat klinkt toch lullig? Hey, ik had altijd een snoepwinkel bij mij in de buurt. En dat vond ik altijd de beste en lekkerste snoepwinkel. En die heette Hollebolle Gijs. Ken je die? Ja, maar Hollebolle Gijs is toch ook een figuur, een sprookje. Die is Efteling. Ja, oh, Hollebolle Gijs is de ene die papier opeet, toch? Ja, papier hier. Oh, die dikzak. Ja, die dikke. Hoe kan je dat nou zeggen en zo? Dat is toch niet lief? Ja, sorry. Ja, lekker gemeente ook. Oh ja, dat is die ene met die hele grote pijp. Ik bedoel, hele grote mond. Die altijd, ja. Kan je inderdaad allemaal aardstil, ik bedoel, spullen, papier in stoppen. Eeuw. Ah, dat is wel even fantasie van mij om daar nog ooit een keer met iemand te steken. Oh my god, Kaio op. We hebben ook jonge kijkers. Oh, sorry, jongen. Ik kreeg gewoon allemaal commentaar dat je veel te raar vond. Ja, het is geen Zeus dit, hè. Het is geen Zeus. Ik dacht die shit al toen ik 9 was. Misschien zegt dat meer over jou dan over de kijkers. Je bent een fucked up kind, Kai. I am fucked in the head. Oh, ken je dat nummer nog? In my head. In my head. Zame. 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 Jullie missen er een, man. Je moet wel de zame. Durf je niet. Ja, dat was dus altijd een nummer en dat was fucking bekend. Guess what I found? Oh my god, niet hakken. Nee, is het mijn mooie gezicht? Ja. Nice. Ja, je hebt nog steeds een diamond. Oh, als een baas deed je. Oh, en als ik hier eerder was gaan hakken, dan had ik het ook gevonden. Ja, zo gelukkig heb jij. Zo gelukkig. Oh, je bent een fanatieke werker, je gaat gewoon meteen door. Ja, ik wil meer diamonds vinden. Hebben jullie hier nog steeds je zonnebril? Ik heb mijn normale bril opgedaan, want ik zie het allemaal niet zo goed. Ja, ik heb nog steeds mijn zonnebril op, jij ook? Ik geloof jou echt niet, hè? Weet je dat? Nee, ik heb nog de hele tijd mijn zonnebril op. Ja? Ja, zie je, jij niet? Jawel. Toen ik mijn zonnebril afdeed, dat het ineens heel licht was hier. Ja, jij trolt mij gewoon, daarom vraag ik zo vaak of wij jou trollen. Ja, nee, ik heb hem andersom op. Andersom? Ja. What the fuck? Doe maar eens, dan lijkt het alsof je vet blij bent. Nou, dat ziet er wel cool uit. Dat doet me een beetje denken aan Mickey Mouse of zo. Ja, zo'n cartoony-achtig iets. Ja. Oké, het volgende weet je. 71% van werkgevers haalt leugens uit een cv. Slimme zoekmachines vinden alles. Vooral in social media. Ja, en dat is iets wat ik heb onderschept. Want namelijk mijn social media heb ik niet mijn echte achternaam. Want alles wordt tegenwoordig gecheckt als je ergens een baan gaat zoeken. Wat ik nu niet meer doe, maar vroeger wel. En, Kai heeft de hoop opgegeven. Ja, fuck die shit, ik word toch nergens aangenomen. Maar op het moment dat door die aardstulp van je? Of? Ik heb geen aardstulp. Oké, ga verder. Sorry. En zo jongen, als je wist wat het was, dan had je dat echt nooit gezegd. Nee? Oké, ga verder. Google het niet alsjeblieft. Nee, echt hè. Wat was ik nou? Oh ja, mensen, of dingen, bedrijven die googelen tegenwoordig alles van je, als je je cv invoert. Dus ook je Facebook. En hey, blijf van mijn gold af! Stoute poes. Oké, ga verder. Bolleke.
En ik was klaar. Ja, waarom zou je fucking partner schaap noemen of zo? Ja, ik snap het ook niet. Een schaapje. Dat is toch lelijk? Ja, ja, dat is lelijk, ja. Het klinkt meer als een belediging, vind ik. Oh, hè? Ik word getrold volgens mij. Wat? Je hebt diamond? Ik heb tieten gevonden, maar ik weet niet wat dat zijn. Dat was eerst diamond. Huh? Oh, je hebt de vorige texture nog. Dat zijn wel diamonds dan. Oh ja, dat zijn wel diamonds dan. Ja. Oh, jij hebt thuis natuurlijk niet de geüpdate texture pack. Nee, waarom kom ik hier in allemaal gangen al terecht? Nee, die heeft DL al wel. Oh, dat zijn er veel. Oh, ik heb er 3 gepakt. Waarom kom ik hier in allemaal gangen terecht? Ik ga redstone ook met mijn goede pickaxe hakken, want ik heb heel veel redstone nodig. Ja, dat komt omdat je gay bent. Wow, we hebben al 29 diamonds, dames en heren. Wow, 29 yes. Diamonds. Vet nice. Hey, Oh, what the fuck? De allereerste afval had weggestampt al uit 600 voor Christus. Nou, als je dat niet wou weten, dan weet ik het ook niet meer. Oké, de toekomst lijkt vaak dichterbij dan het verleden. Ook al gaat het over dezelfde periode, bijvoorbeeld het jaar. Oké, nobody cares. Rode wijn, goed spul. Bevordert de doorbloeding, helpt tegen longkanker en maskeert dopinggebruik. Weet je? Dat staat erachter, weet je? Ja? Ja, serieus, zonder grap. Dus, als jij meedoet aan de Tour de France, is het echt zwaar aan de doping. Dan moet je gewoon een fles rode wijn achter je kiezen. En dan ben je... Dan ga je safe. Maar waarom achter je kiezen en niet achter je tanden? Oh my god. Ik ga hier niet op in, oké? Oh my god. Kai, drink jij nog wel eens alcohol? Beetje. Oké. Jij rookt wel, hè? Ja, ik rook wel als slechte. Jij niet. Nee, heb jij ooit gerookt, D? Nee, ik heb zelfs nog nooit een trekje genomen. Zo. Ik vind het op zich, tegenwoordig is het best een prestatie volgens mij, hoor. Hardcore. Want zelfs de mensen waarvan je het gewoon niet verwacht, zie je dan ineens met een peuk in hun bek staan, weet je wel. Ja, klopt. Sommige mensen beginnen echt heel vroeg mee. Ik heb wel vaker gezegd tegen mijn kijkers van... Alsjeblieft, begin er niet aan, want ook al heb ik zelf wel gerookt, alsjeblieft, begin er niet aan, want het is gewoon dikke troep. Het is gewoon ellende, bende en je hebt uiteindelijk niks aan en uiteindelijk ga je toch wel weer stoppen. Maar alcohol dus, ook? Ja, alcohol eigenlijk hetzelfde. Ja, maar alcohol raak je niet zo snel verslaafd aan. Ja, maar als je er verslaafd aan raakt, is het nog 10 keer erger. Ja, maar je raakt er volgens mij minder snel verslaafd aan dan roken, geloof ik. True, ja, dat is zo. Want volgens mij zijn er meer mensen verslaafd aan roken dan aan drank. Ik denk dat ik nog verbaasd hoeveel mensen verslaafd zijn aan drank. Ja? Ja, weet je, het is natuurlijk niet dat het een hele actieve verslaving. Ik bedoel, als jij gewoon iedere avond een paar wijntjes drinkt of zo, weet je wel. Kan het al verslavend werken. Hè? Bijvoorbeeld als je dan een paar weken, of als je een week op een camping zit en je krijgt geen wijn, stel je voor. Ja. Dan krijgen sommige mensen al afkikverschijnselen. Ja, maar wist jij dat alcoholist zijn hoeft helemaal niet zo duur te zijn, hè? Een fles wijn bijvoorbeeld is 2 euro of zo. Nou, nu ga je juist mensen aansporen. Oh, ja, dat bedoel ik niet hoor. Dat is niet mijn bedoeling. Ik denk dat iedereen met scheiken of met biologie wel gedestilleerde alcohol kent. Toch? Nee. Maar ja, ik en Enzo hebben ook echt een fucking een van de laagste niveaus ooit gedaan. Dus, Ja, heb gedaan hè. Oh, pas op, de Slapa incoming. Maar ja, hoe bedoel je, heb gewoon, gedaan? Gewoon pure alcohol. Gewoon echt, echt heel, heel puur. En dat is meer om proefjes te doen. Maar je hebt dus mensen die zijn zo verslaafd aan alcohol dat zelfs dat... Trouwens, wij hebben laatst een fles whisky in één keer opgedronken. Ik weet niet of dat goed is. Ja, ik had het gezien. Maar Diamond. Wij zaten het echt te kijken en... Ik weet niet. Ik vond het niet zo... Ja, klopt. Dat was wel heftig. Dames en heren, voor als jullie het nog niet hebben gezien... Kai heeft op zijn eigen kanaal, staat in de beschrijving trouwens. Ik heb trouwens diamonds gevonden, motherfuckers. Beetje blij voor mij. Woehoe. Dankjewel. Kai nog steeds gewoon rechtdoor? Ja. Kai die heeft op zijn kanaal een hele fles whisky. Of nou, niet Kai, iemand anders van Zeus heeft een hele fles whisky. Gewoon een liter fles whisky. Achter elkaar opgedronken. Echt, wat de fuck. Nooit doen. Nee, dat was echt ziek om te zien gewoon. Holy shit, dude. I know, right? Dat was echt heftig. Ik had niet verwacht dat hij het zou redden, jongen. En ik dacht echt, die gaat naar het ziekenhuis of zo. Ja, klopt. Ja, hij had wel veel uitgekost. Dus, oh my god. Wow, maar... ik schrik me dood. Wie doet dat water? Ja, ik, hè? Wow, ik schrok me helemaal dood. Maar hoe kunnen jullie belaven zijn? Ik ben echt lang zoals een leven niet belaven. Ah ja, jij bent er net langs gegaan. Zo, jij bent ver? Ja, hij hakt snel, jongen. Echt ja, dat je weet wat dat betekent. Oh, hey! Hier zit de... Hey, ik heb emerald! Wow, kijk dit! Wow! Wow, vet veel, wow! Dat betekent dat er strongvolt zit. Dude, pas op. Nee, dat betekent niet altijd.
Waarom ga je in mijn lane, bitch? Ja, omdat ik even ik film. Wow, echt vet veel hier gewoon. Ik heb een emerald gevonden, man. Oh, serieus? Ja. Oh, dat is wel nice. Ik ben even aan het kijken of je nog meer... Hey, maar welk niveau heb je uiteindelijk geslaagd dan en zo? Ja, ik heb niks geslaagd verder, hè? Oh my god. Echt niet? Nee. Wat voor opleiding heb jij afgemaakt? Ja, geen opleiding, maar wel een middelbare school. Maar weet je, ik ben op gymnasium ben ik begonnen en ik ben op kader geëindigd. Oh my god. Serieus? Ja. What the fuck? Ja, ik ben ook op VWO begonnen, maar wel gewoon op HAVO ben ik nu bezig. Ja, dat is nog wel. Dat is nog wel oké. Okay. Ja, Weet je dat ook het gemiddelde van Nederland ligt op kader, hè? Gewoon TO kader. Echt? Oh my god, jullie zijn allemaal zo dom. Ik graaf hier echt naast een gang. Is dat wel slim? Nee, dat is niet echt slim, nee. Zal ik dan even iets verder? Oh! Gold. Als jullie het leuk vinden dat wij met z'n drieën zo aan het opnemen zijn, laat het weten in de reacties. En dan ga ik ervoor zorgen dat we vaker met z'n drietjes gaan opnemen. Hey, Enzo en Deitje. Ja. Beter gaan we even een challenge doen. Ah! Diamonds! Nice! Woep! Het is niet leuk als jij diamonds vindt, het is alleen leuk als ik ze vind. Diamonds, ik heb volgens mij nu meer gevonden dan jij. Nee, ik heb gevonden. Dit is de eerste keer dat jij het vindt. Ja joh. Echt niet, dit is de tweede keer. Niet waar. Helemaal niet lul de bal. Oh! Dit is de tweede keer. Ik sta aan jouw kant, Kai. Nice, fuck, high five. Oh nee, serieus? What the fuck? Oh, hier is al een hele ding gemined, holy fuck. Oké, dan moet ik even een ander gaan nemen. Wat zei ik nou? Oh, laten we even een challenge doen. Oh, diamonds! Oh my god, ik heb weer diamonds gevonden! Jongens, kap me! Wow! Achter. I'm back, jongens. Nice! Mijn diamonds. Ik vind deze diamonds minder leuk dan... Zo, dat zeggen we eigenlijk wat over mezelf. Wat? Ja, ik vind deze diamonds in deze texture pack minder leuk dan de diamonds in de volgende texture pack. Dan ben ik zwaar narcistisch eigenlijk. Hoe heb jij ook jezelf geld? Ja, je hebt liever je eigen lekkere bek in beeld dan twee tieten. Nou, ik vind ook deze wel leuker dan die tieten. Ik vind die tieten nooit zo leuk. Kijk, dat hoor ik graag. Ja, sommigen zeiden van, ja Enzo, wil alsjeblieft die tieten veranderen, want mijn ouders vinden het niet leuk. Als ik het dan kijk en ze zien het, dan worden ze boos. En andere mensen die zeiden juist van, doe alsjeblieft die tieten er weer in. pap. Beter doen we even een challenge, jongens. Ik heb wel zoiets leuks te doen. Oké, wat voor challenge? Heb jij een blaadje naast je liggen? Een blaadje? Een blaadje? Ja, ik heb een blaadje hier wel. Oké, wie het snelste blaadje kan opeten? Nee, gadver. What the fuck, dude? Nee? Nee. Dit is Enzo Knol, niet Suus, hè? Come on. Ik heb een keer een hele wc-rol opgegeten. Eww. Een hele wc-rol? Waarom? Ja, voor een Zeus filmpje, maar die is nooit online gekomen. Oeh, Emerald. Echt niet? Nee, want die ging helemaal nergens over. Was zo saai. Je ging gewoon een wc-rol opeten en dat is het. Ja, ik ging een wc-rol opeten. Nou, die kreeg ik voor de helft, kreeg ik hem weg en toen niet meer. En toen ging ik hem uiteindelijk in de blender gooien. Met Fifit gemixt. Oh, bah. What the fuck? En toen werd het allemaal van die... Het leek echt alsof je melk echt gewoon 4 maanden in de koelkast had staan. Met allemaal brokken, weet je. Ja. En dat ging ik toen in één keer opdrinken. Nou, ik ging kotsen, jongen. Ja, vind je het gek, jongens, in hoeveel video's op jullie kanaal gaan jullie kotsen? Ik denk dat nu van alle video's die nu online staan, dat er echt al een stuk of 7 video's zijn waar we aan kotsen. Ik zag ook op jouw Twitter staan dat de politie ook al jullie shit controleert ofzo. Ja man, dat is echt een leuk weetje. Dat politie Midden-Holland, dus Bollestreek en Leiden en shit en Den Haag, die volgt ons gewoon op Twitter met wat wij doen en ook op YouTube kijken ze Diamonds! Onze filmpjes. Wie is hier overheen gelopen? Jij? Nee. Jawel. Nee, dit was al. Deze hele gang is al gemaakt, dus ik ben al naast Kai gaan. Maar dit is hier gewoon diamonds. Ja. Oh my god, hoe kan je bent nou er gewoon overheen gelopen. Nee, want ik ben opgeschoven naar aan de andere kant van Kai. What the fuck? Want ik kom iedere keer al in een... Maar waar ben jij nu dan? Oké, beter doen we iets anders. What the fuck? Oké, wat wil je gaan doen, jongen? Ik heb hier tandpasta hier naast me liggen. Ja. Beter eten we die op. Nee, gadver. Jij hebt ook tandpasta in je keuken. Doe gewoon eens een teug en eet het op. Doe het op je snor en dan kijken wie het langste volhoudt. Oké, ik weet wel wat. Nee, dat brandt heel erg. We gaan... Oh, hier ben jij, Dick. Oké, en hier is Kai. Wacht even, hoor. Wow, what the fuck? Oké, dan ga ik wel weer twee die kant op.
Oh nee, dat is niet handig. Oh, what the fuck, waar moet ik nu minen? Oké, okay, ik ga wel hier naar rechts. Gravel, jongen. Ja, dat gravel is kut. Ja. Oké, okay, ik ga hier minen, in deze. Hé, okay. Hey, maar wat was jouw idee dan? Ja, is goed. Pak jij een stukje tandpasta? Ja, ik heb al. Oh, jij hebt al? Okay, ja. Ik heb... Wacht even, ik pak het even. Oh my god, mijn tandpasta die ruikt zo vies. Wat zei je, Kai? Mijn tandpasta die ruikt zo vies. Ja, ik heb wel lekkere tandpasta. Oké. Okay. Ik heb het voor me, wat wil je doen? Ja, opeten. Oké, okay, hoeveel wil je opeten? Ja, weet ik veel. Gewoon één keer knijpen. Gewoon veel. Dus niet wat je op je tandenborstel doet, maar gewoon één keer knijpen. En gewoon kauwen en doorslikken. Kauwen. Ja? Ja. Oké, okay. En wat, wie het snelste weg heeft of wat? Ja, en de kijkers kunnen beslissen wie het snelst weggeeft. Als je het niet doet, als je me gaat trollen dat ik het in mijn eentje doe, dan ben je een pussy, hè? Dat weet je. Ja. Nee, ik ga het wel gewoon doen. Oké. Okay. Nee, ik ga het niet jou in je eentje laten doen, man. Maar gewoon echt knijpen erin, hè? Gewoon je hele hand om die tandpasta en gewoon één keer knijpen tot je echt de volle teug in je mond krijgt, gewoon. En dan gewoon doorslikken, weet je, als je het wegkrijgt. En dan Oké. Dus, maar moet ik die tube in mijn mond douwen of wat? Ja, je doet gewoon het uiteinde in je mond. Gewoon met je zijkant naar de webcam, zodat ze zien dat dit echt eruit... Nee, je moet wel zien dat de tandpasta uitkomt. Hij heeft het echt vaker gedaan, dit, hè? Ja, dat is ervaring. Je moet de tandpasta gewoon boven je... Weet je, zo'n alsof je water drinkt, zo boven je hoofd een stukje. Ja. Dan hou je gewoon een stukje boven je hoofd en dan valt het zo in je mond, weet je. Oh, zo. Ja, het ziet er een beetje gay uit, denk ik. Ja, een beetje wel. Lijkt net een aardstop in je mond. Nee, oké. Okay. Is goed. Gaan we dat doen. Ik ben wel heel benieuwd. Ja, oké. Okay. Laten we even een checkpoint opzoeken. Ja, ik ben hier al bij Lava. Oh ja, jij bent hier. Waar is Doet Kai? Doet Day het ook of niet? Doe jij mee? Nou, Day kan niet zo heel goed tegen dat soort dingen. Day is een beetje pussy. Day is een beetje pussy. Maar... Oh, jij hebt gewoon naar ons pad gevonden. Oké, okay, nice. Oké, okay, dan gaan we... Okay. Kom, dan gaan we blijven hier gewoon even staan. Ja. Oké, okay, ik heb hier tamp staan. Ik ook. Okay. Je hebt nog best lekker. Oh my god, het spoot er ongeluk uit. Echt? Ja, ik heb hier al wat zitten. Hoeveel? Ja, dat is niet zo heel veel. Een beetje op zijn hand. Je moet het wel echt in je mond spuiten. Ja. Je bent echt bang dat hij het niet doet, hè? Wat ja, nou, ik ben niet bang, want dan weet ik dat hij een beetje bangerikje is, weet je. Heb je gaat dat gedaan? Gaat het wel, nou, een klein beetje, maar gaat het wel samen met cola? Ja, die cola die is al lang gezakt in je maag, man. Dat gaat niet meer ontploffen. Zeg het gaat niet nu, meer hè, ontploffen. Ja. Goed om te Ja, wij hebben de Coca-Cola Mentos Challenge gedaan. Waar we gewoon fuck cola drinken. En dan meteen daarna 3 mentos in je mond doen. En dan ga je een beetje spuiten. Maar dat is na 30 seconden is het alweer weg. Goed om te weten dat mijn buik niet ontploft, Kai. Oké, gaan wij het doen? Ja. Ik tel af. Oké, ik moet hem even opvouwen. Want anders dan doet hij het niet goed. En mijn is het nog helemaal vol. Ja, mijn niet. Daarom, dat is het hem juist. Oké, komt ie? Oké, ja. 3, 2, 1. Eeuw. Het is nog genoeg. Gadver. Nee. Oh, is het lekker? Zo. Oh, het is moeilijk om weg te krijgen dit. Mooi. Stiekem, hè, heeft Kai gewoon een tandpastaverslaving. Dus voor hem gewoon easy. Ah, oh, ik heb het weg. Echt? Ja. Maar blijf toch plakken in je gehemelte. Ik heb gewonnen, eentje. Ik heb het in één keer doorgeslikt. In één keer. Heel veel. Ik heb heel veel gehad. Straks ga je enorm aan de scheterij of zo. Heb je het weg? Hey, deze aflevering is een dag van tevoren opgenomen. Als hij online komt en ik heb scheiterij gehad, zet ik het in de reacties neer, ja? Ja. Oh, dude, weet je hoe erg mijn keel brandt nu? Nou, mij ook een beetje. Bij mijn tong, man. Dude. Neem een pinda. Heb je veel genomen, of niet? Ja, heb ik veel genomen? Ja, echt heel veel. Weet je dat het heel slecht voor je is om tandpasta door te slikken? Echt gewoon het kleinste beetje al. Dus als jij je tanden poetst en je krijgt die schuim en je slikt dat door, is het slecht voor je. Moet je nagaan wat wij net hebben gedaan. Waarom dan, dude? Waarom zeg je dat nu, Paul? Woe! Lekker doodgaan, jongens. Moet je me horen, jongen. Straks word ik wakker en lig ik vannacht naast een lijk. Nee, straks lig ik s'nachts helemaal te schuimen allemaal tanden staan. Straks wordt je hond dol. Oh, maar ja. Hé, hey, joh, er gebeurt niks, joh. Gebeurt niks. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan. Woehoe! Dames en heren, ik hoop dat jullie het een toffe
Zo, het scherp in één keer. Ik heb ook echt een rare tandpasta. Er staat bij mij halitosis of zo. Dat betekent volgens mij echt dat gekke shit in zit. Dames en heren, tof dat jullie allemaal hebben gekeken. Doe even een blauw duimpje omhoog omdat we deze gekke challenge hebben gedaan. Wil jij vaker challenge hebben? Wil jij vaker D of Kai in de video hebben? Laat het allemaal weten in de reacties. En dan ga ik ervoor zorgen dat het allemaal gebeurt. Ik begin heel erg te schuimen in mijn bek als ik praat. Ik krijg serieus heel veel schuim. Ik moet de hele tijd slikken dan. Zal ik er maar verder af? Doe jij het maar verder dan, ja. Morgen weer kijken om, zeg even 7 uur. 7 uur? 7 uur. En dan het laatste. Dikke, vette. Kai, nu moet jij. Peace! Knol Power.